Hallo Dimf, alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Hoop dat het een leuke dag mag worden. Dimf, bedankt voor alles. Veel succes met wat je verder gaat doen. Vakanties, veel plezier. Ik vond het wel een leuke tijd en zo. Ja, en ja, gefeliciteerd met je 65ste. Ja. Geniet van je pensioen, zou ik zeggen. Kom snel op de koffie, of de thee, of met de hondjes. Ja, of een grote wandeling maken. Nodig ons uit. Herzliche Glückwünsche, Dimf, met de 65ste geboortstag. En ik wens je een nieuw levensjaar toe. En ik vind dat je met ons veel landen hebt bezocht. Und wir haben genossen von der Umgebung und wir haben herrlich gegessen überall und wir haben viel Spaß gehabt. Hallo Dimf, gefeliciteerd met je 65e verjaardag. Zo hoor ik op, Mark. Niet meer doen, foei. Wil je dat nog meer doen? Of zo, hoe haait je hoofd? Maar dat is ook wel een beetje om mij op de goede weg te sporen, dat ik niet op een zijspoor rijd. Dat ga ik natuurlijk, hè? Dus ja. Edelwijs. Dimf, bedankt dat je was wel streng, maar toch was wel zoals terecht streng was. Ja. Ik ben er zeker in mee. En dat ze bijvoorbeeld als je pijn hebt, dan zeggen ze, je hebt geen pijn. Every morning to meet me. Een leuk mens. Ze is toch open voor iedereen. En dat kan wel streng zijn, maar je moet als je leiding geeft een organisatie zelf ook streng zijn. Blozen met blozen in wijs en bloe. Every morning to meet me. Gefeliciteerd met je verjaardag. Bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt. Nou, Dimf, gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. Dat ze heel veel dingen tegen mij gezegd heeft, waar ik heel veel mee gedaan heb. Zodat ik nu zo ver ben, dat ik nu in de keuken sta en dat ik gewoon heel wat dingen zelfstandig kan doen. Daar heb ik echt een eerbied voor haar gekregen, dat ze zo ver mij gekregen heeft. Het gaat je goed en ik hoop dat je heel snel weer bij ons kan komen en kijken hoe het verder gaat met ons. Dag Dimf! Doei! Hallo Dimf, ik zal het jammer vinden dat je weggaat. Het zal niet altijd even makkelijk zijn. Ik heb dankzij jou wel een hoop geleerd. En ik hoop dat je wel op die terras zal blijven. Af en toe langs zou komen. Nou, ik hoop dat je met Toon nog heel lang gelukkig zal worden. En voor de rest, ik hoop dat je dan nog regelmatig langskomt. Dimf, ik wil je vast feliciteren met je 65e verjaardag. We hebben op zich leuke dingen gedaan, leuke vakanties gehad. Louis was ook altijd gezellig. Ik heb ook geleerd van jou dat ik niet onder de opera naar de wc te moet in Praag. Verder wens ik je veel sterkte voor in de toekomst. Ik ken Dimf nog niet zo lang als jullie eigenlijk. Maar in die 5 jaar heb ik toch wel alle kanten laten kennen, zeg maar. Ze kon ook streng zijn. En ze zei precies wat ze moest zeggen als ze echt iets kwijt moest. Nou, Dimf, sterkte en succes in je verdere toekomst. Ik hoop dat je het nog goed gaat hebben in de loop der jaren. En dat we je vaak nog mogen zien hier.
Tim, ik hou van je. Je hebt altijd een plaats in mijn hart. Je hebt altijd welkom hier op zo'n zoen. Ik zal je nooit vergeten. En de kus van een grote schat. Ik vind je echt toffe meid. Gewoon een goede vrouw en een sterke goede vrouw die goed voor haarzelf opkomt. En voor ons natuurlijk. Dus ik heb respect voor haar en ze heeft heel Tietrel opgericht. Hallo DMV, ik ken Dien van jaren. En ze is een aardig mens voor iedereen. Ze is lief. Ik ken Dien van lang. Hoe lang al? Bipsie is nog niet goed. Winkelen en zo. Kleren kopen. Kon zo goed. Bij mijn kleren, bij mijn past. Mooi pakken nog. Ze is een beetje mager geworden. Dim is lief. Ze kan ook wel streng zijn. Daar praten we niet over. Ze is heel lief. Ik moet zien hoor. En dat was het. Nou, Dimf, ik kom puntjes op de i zetten. Af en toe was het nodig een beetje strengheid. Ze hebben me bovenop geholpen dat ik niet naar huis mocht, maar dat doe ik verder niet toe. Maar ze hebben me bovenop geholpen. Maar dankzij dat ik hier mag komen, 30 jaar, op Bromlaak en op Tieterhelm. Doe ik het goed? Van strengheid, of mag dat niet? En ze hebben veel humeur en ze hebben veel avonddienst gedaan en nu gaan ze met pensioen. 65 jaar. Of nee, ze was in 1987... Nee, laat ik het zo zeggen, ze was eerst met Anno. Toen was ze bescheiden, mag ik wat zeggen? Alles mag ik zeggen? Ik doe niet negatief hoor. En verder, ja... Toen ging ze scheiden, toen ging ze met Evert verder. Toen heb ik Evert leren kennen. Toen was het ook leuk en toen... En toen ging ding weg en dan mail. En toen ging ik ook naar de mail kijken. En toen ging ze die drill opnemen. En toen mocht ik naartoe... van de medewerkers. Toen was Robert Koorgever jaloers dat hij niet mee mocht. Die heeft me bedankt voor haar zorgen. En kom maar eens een keer terug op bezoek. 65 jaar. Dan ben ik over 13 of 15, 14 jaar al.